Hallo kijkers van Little Witch Gamer. Leuk dat je kijkt naar deze video van... zo lang geleden. Overwatch. Nou, niet lang geleden hoor, jongens. Vandaag gaan we met McCree spelen. En dat is die cowboy gozer. En die gozer die de ability heeft om headshot te maken als die iemand ziet. Oh, jongens, dankjewel voor het kijken. Nee. Dat is echt... Wauw. Het is een beetje moeilijk. Wat? Jongens. Serieus, is mijn game nou serieus kapot gegaan of zo? What the fuck is gebeurd? Jongens, sorry als ik zo'n rare taal gebruik hoor. Maar ik bedoel, wat is hier gebeurd? What the peepity peace? Oké, jongens, we gaan met mijn kind spelen. Er is niks gebeurd, jongens hoor. Dit is de eerste keer dat ik dit speel. Ik ben level 19. Nou, gewoon met McCree bedoel ik. Ik bedoel gewoon mijn eerste potje van de dag. Niet alsof er echt iets gebeurd is dat iedereen onzichtbaar is of zo. Er is niks gebeurd. Oké. Niet allemaal met Genji. Nee. Oké, McCree. Oké, Hanzo. Pak Hanzo. Verrekt. Ja. Nee. Oké. Nu kan ik iedereen zien. Jongens, dit is dit is R2. Gewoon een paar schoten met zijn pistool. En dit is L2. Not one for standing around. Goed hè, en L1 is een soort koprolmaker en R1 is een flashback. Nou, hold on. Attack commences in 30 seconds. This place is the oeps, sorry. Suffer excuse. Zo! Wat is gebeurd? Gelijk een muil, hè? Dat was even raar. Dit is een laag. Oh, goeie. Hallo, je zit binnen de video. Oh, hallo.
Ik kom ze, ik kon jou alvast gunsen. Ga je alvast gunsen spelen? Ja. Ga ik dat ook zo opnemen? Het is superhelden week, dus ik moet met elke superheld spelen. Een held. Ik speel nu met die cowboy. Oh. Ja, dat komt ongeveer 3 afleveringen. Dan pas is het. Dan is het niet waar naar beurt. Ik heb de vorige aflevering deed ik het met Genji. Oh, snap ik de dood. Dus het wordt nog heel erg leuk. Oh, oké. Okay. Toen was ik ook de laatste de play of the game. Ja, ik wil die multi-kill maken. It's high noon. Doei, die viezerd. Oh, double kill. Er zit. Is er nog iemand? Wat man. Ik weet het hier. Wat nog kan dat man? Yep. Oh, snap. Ren. Wat zei je? Niemand, hè? We gooien er niet. Ik ga lekker crush up. Dit is een heel leuk spel. Ik ben al level 13. Ik ben level 2. Oh nee, ik ben level 3. Kom op. Ik ga het machtlaars even aanvallen. Doe je dat? Ja, als je mijn beet ziet en mijn mensen met een mooie kleurtje van mijn haar, dan ga je echt lachen, jongen. Ik kan alleen maar super groot hier kijken en hun neem. Oh, ik kan niet die. Oh, friend. Ja. Oh, je hebt helemaal roep? Wat is dit? Ja, omdat ik een sterk iemand ben. Daarom staat dus. Oh, niet KO Force! Fuck hem! Yes! Oké. Oh, snap, hij de vlek van de jouw beestje. Wat voor sniper toren heb jij? Ik heb eentje van level 7 en 2 van level 8. Kost echt iets van 50k, hè? Voor eentje. Ik ben het gewoon uit mijn hoofd. Wat voor monsters zijn er nou aan mij? Ja, ze hebben haarkam met oranje. En een groene pakje. Ja. Ja, ik heb gekocht hè, die kleurtjes voor 50 goud. En ik heb nu nog 136 goud. Huh? Het parachute gaat daar op springen. Ja, dat is mijn parachute van mijn base. Hopelijk heb ik laatst iemand. Oh, nee, de game is nog niet. Ik gooi, ik gooi teergas. Welke mannen heb je allemaal? Heb jij je medicijngozer? Nee. Zo. Ik heb wel een beetje van jouw stadje kapot gemaakt. Als je echt midden in mijn stad, als je aan het einde bent, dan ga je daar gewoon niet doorheen. Want ik heb op het begin gewoon een sniper, een sniper toren en die doet bijna geen ene reet. Ik heb ook hele sterke muren, hè, van steen. Wat zijn die mannetjes? Wat doet die mannetjes daar eigenlijk? Ja, als jij bijvoorbeeld van die kussens hebt, dan
dan gaan ze daar staan voor, zeg maar, om te schuilen en dan schieten. Ja, en dan zijn, hebben ze een betere aim en zijn ze sterker. Nou jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Like en abonneer, hoeft niet per se. En ik zie jullie weer de volgende keer. Bye. Later.